Op de wereld zijn er zo'n 150 miljoen van dit soort containers die op schepen vervoerd worden. En deze containers hebben allemaal standaard afmetingen, zodat ze heel makkelijk gestapeld kunnen worden. En dat sluit mooi aan bij het onderwerp van deze economie in de hoed. En dat gaat namelijk over globalisering. Vroeger werden producten vooral plaatselijk gemaakt. Hè. Mensen hadden het ambacht bijvoorbeeld zoals met het maken van rieten manden. En daarna, tijdens de eerste industriële revolutie, kwam er sprake van specialisatie. Zoals je rechts ziet bijvoorbeeld bij het maken van de T-Ford. Had je al de lopende band en voerde elke werknemer een aparte handeling uit terwijl die auto voorbij kwam rijden. Met globalisering zijn we nog een stap verder gegaan, want de productie vindt nu overal ter wereld plaats. Dus onderdelen komen van over de hele wereld op een plek terecht en daar wordt het product bijvoorbeeld geassembleerd, dus in elkaar gezet. En dat zie je niet alleen met productie, maar ook bijvoorbeeld met diensten. Dus bijvoorbeeld callcenters zijn verplaatst naar India, omdat mensen in India bijvoorbeeld goed Engels kunnen spreken. Dat was een voormalige Engelse kolonie. Dus veel Engelstalige bedrijven verplaatsen hun callcenters naar India, omdat het gewoon goedkoper is om daar te hebben dan in bijvoorbeeld je eigen land, waar de lonen hoger zijn. En zo zie je dat dus bijvoorbeeld ook bij de productie van de iPhone. Hier zie je dus uit welke onderdelen zo'n iPhone bestaat en waar dat allemaal vandaan komt. Nou, je ziet bijvoorbeeld de opslag komt uit Japan, dus het geheugen, de camera komt uit Japan bij Sony. Het RAM-geheugen komt uit Korea, de mineralen komen uit Californië en China. Het chassis, dus de omhulsel, komt uit China. En zo zie je dat uit heel veel verschillende plekken komen onderdelen van die iPhone vandaan. En die worden dan ergens geassembleerd, samengesteld en vervolgens uiteindelijk verkocht. Wat zijn nou eigenlijk de oorzaken en de gevolgen van globalisering? Als eerste oorzaken: goedkope en goede communicatie via internet. Daardoor is het dus mogelijk om bijvoorbeeld met een leverancier in India te spreken, of bijvoorbeeld met een leverancier in China of in Amerika. Dus je kan heel goed communiceren met leveranciers, ook al zitten ze heel ver weg en niet bij je om de hoek. Daarnaast is het zo dat het vervoer dus heel goedkoop is geworden. De laatste jaren is het dan wel in prijs iets weer toegenomen. Maar over het algemeen is het vervoeren per container altijd heel goedkoop gebleven. En met name ook omdat dus die standaard containers worden gebruikt, kan je dus die containers heel makkelijk op elkaar stapelen. Verder is het zo dat de gevolgen van die globalisering ervoor onder andere voor heeft gezorgd dat we in de EU meer zijn gaan samenwerken. Want als klein landje zoals Nederland kunnen we het niet bolwerken in die steeds groter wordende wereld. Dus dan moet je wel samenwerken met de landen om je heen. De producten voor de consumenten worden over het algemeen steeds goedkoper, omdat natuurlijk er meer concurrentie plaatsvindt tussen die producenten. En producten op de plek waar ze het goedkoopst kunnen worden geproduceerd ook daadwerkelijk gemaakt worden. Dus meer concurrentie voor de producenten en ook voor de werknemers. Je kan je voorstellen dat als jij in Nederland bijvoorbeeld werkt, dan had je eerst alleen maar concurrentie van mensen die ook in Nederland werkten. Maar nu heb je ook concurrentie van mensen die bijvoorbeeld in India of in China werken. Omdat productie dus heel makkelijk vanuit Nederland naar bijvoorbeeld India of China kan worden verplaatst. Dus dit zijn gevolgen van die globalisering. Nou, wil je nog wat meer weten over de theorie achter deze actualiteiten? Dan kan je de volgende video bekijken. Het is leuk als je je abonneert op het YouTube-kanaal van de Economie Academy. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van de laatste video's. Leuk dat je gekeken hebt en tot volgende week.